We zijn hier in de Poelhekkenstraat. Ik ben hier geboren en getogen. En dit is wat mij betreft de mooiste plek van Utrecht. Niet zozeer vanwege de imposante architectuur, maar vanwege de geur. Want hier zit je, zeg maar, vlakbij de fabriek van Douwe Egberts. Zo in mijn herinnering meestal aan het einde van de ochtend, dan kwam hier die geur van de koffiebranderijen de straat als het ware binnenwaaien. En ik heb dat altijd heerlijk gevonden. Er was hier eigenlijk altijd koffie. En kijk, ik loop eventjes naar ons oude huis toe, dat was op nummertje 7. En aan het einde van de straat, dat was allemaal weiland. Die flatgebouwen die stonden er niet. En dan om de hoek, dan had je uitzicht op de witte villa van de familie van Zeumeren. Dat was inmiddels een hele rijke familie. En die hadden Cadillacs. En ik had hier om de hoek had ik een buurjongen. Zijn oom die was chauffeur bij de Van Zeumerens. En dan mochten we af en toe met zo'n Cadillac mee. En dan reden we met 120 km per uur over de Vleutersweg. Levensgevaarlijk natuurlijk, maar wij vonden het prachtig. En die Cadillac had ook nog elektrische ramen. Dus daar mochten wij dan mee spelen. Nou ja, nu dat we toch bezig zijn, hier om de hoek heb je het Majella Park. Even kijken, nummer 7. Laten we dat niet vergeten. Dit is nummer 7. Hier ben ik dus geboren en getogen. Inmiddels hebben ze de voordeur overgeschilderd. Ja, dat is dus niet de kleur die wij hadden. Maar goed, het is er niet mooier op geworden. Maar hier dus om de hoek heb je het Majella Park. En daar stond tijdens de Tweede Wereldoorlog stond daar een vlak. Dat was afweergeschut. Want af en toe werd de Hoge Brug, de spoorbrug daar, die werd aangevallen. Nou ja, wat zal ik verder nog vertellen? Het is gewoon de mooiste plek van Utrecht vanwege de geur.